bij mij de Transformer Armchair Chair DLX variant van Sol. Super compact stoeltje, maar als je hem uitklapt dan denk je daar eigenlijk heel anders over. En dat is precies wat je wil natuurlijk. Je klapt hem uit door hem gewoon eventjes erin te klikken. De modderpoten vouw je om. En dat doe je ook aan de andere kant. Hop, en daar zit. Modderpoten zijn ideaal voor een onvlakke ondergrond. Zo zou je altijd gewoon goed en stabiel zitten. Ideaal. Ook wanneer de vloer niet recht is, kan je hem bijstellen. Op elke poot voor zich. Dus kan je eigenlijk de stoel altijd waterpas zetten. Als je dat zou willen. De stoel klap je als volgt uit. Er zit hier een klein hendeltje. Die doe je naar buiten. Dan is hij los. Dat doe je ook aan de andere kant. En de stoel die kan je heel netjes uitklappen. Precies in de gewenste positie. En je klikt hem weer naar beneden en hij zit vast. Zo simpel kan het zijn. Nou, de stoel die zit super goed, comfortabel. Een stevige stoel, hij is gevoerd. Een van de betere stoelen van Sol. En ik durf wel te zeggen ook een van de betere stoelen op de markt.